bij deze nieuwe video. Vandaag een extra leuke video, want ik heb weer een winactie. Ik heb hier weer super veel make-up die ik allemaal ga weggeven aan één van jullie. Dit is nou onderhand al mijn vijfde of mijn zesde winactie. Voor de mensen die al bekend zijn met mijn andere winacties, die weten al dat ik altijd super veel weggeef. En niet alleen maar troep, ik geef echt ook goede make-up weg. En dit doe ik gewoon omdat ik gewoon super veel make-up heb, krijg, koop, omdat ik een kanaal heb. En het is te veel voor één persoon, dus ik denk vaak bij mijn eigen van, kan ik net zo goed iemand van jullie er blij mee maken? Normaal duren mijn winacties één week, deze winactie echter is een klein beetje anders. Ik ga ook gewoon gelijk vertellen wat je moet doen om te kunnen winnen, zodat je in ieder geval zeker op tijd bent. Normaal doe ik het pas op het einde, maar nou dus al gewoon meteen. Dit is een Notification Squad winactie. Notification Squad zijn alle mensen die zijn geabonneerd op mijn kanaal en het belletje aan hebben staan, die dus de notificaties krijgen als mijn video online komt. Dat is dus de Notification Squad. Ben jij nou nog niet geabonneerd of heb je nog niet op het belletje geklikt? Maakt absoluut niet uit, want je kunt het gewoon nog doen en alsnog meedoen. Nou, wat moet je doen? Let goed op, zodat je alles doet, want het gaat heel vaak mis. 1. Abonneer op mijn YouTube kanaal Obvious. Dat kan door op abonneren te klikken hier onder deze video. 2. Klik op het belletje ernaast. Dat is dus de notificaties. En als je op dat belletje klikt, krijg je altijd een berichtje als mijn video's online komen. Want die wil je natuurlijk niet missen. 3. Stap is geef deze video een like. Dat kan ook gewoon daar beneden naast abonneren. En als 4. Laat een leuke comment achter onder deze video. Zodat ik weet dat je alles hebt gedaan en meedoet. Laat je geen comment achter of heb je niet alles gedaan, doe je dus ook niet mee. Dit zijn de stappen die je moet doen om mee te doen met deze winactie. Ik heb nog één extra stap. Dat geeft je gewoon een extra kans om te winnen, maar het hoeft niet. En dat is volg mij ook op Instagram. Mijn Instagram is gewoon mijn naam, Sarah Marieke. Als je me ook op Instagram volgt, heb je een extra kans om te kunnen winnen. Dus laat het ook vooral weten hieronder in de reacties. Voor de mensen die geen Instagram hebben, maakt absoluut niet uit. Je kunt gewoon meedoen door de eerste 4 stappen te doen. Nou, en nu komt het. Dit moet je allemaal hebben gedaan binnen 12 uur dat deze video online komt. Deze video is dus voor jullie vandaag om 1 uur online. Je hebt tot 1 uur vannacht om mee te doen, want het is de notificatiesquad video, dus het moet binnen 12 uur. Dus voor alle mensen die er snel bij zijn, jullie maken dus kans. En dan morgen kies ik een winnaar uit. Dat laat ik weten hier onder deze video in de reacties. Bekijk jij deze video nou en is 12 uur al verstreken? Helaas kun je niet meer meedoen. Nou, ik ga eventjes alles heel snel laten zien wat je kunt winnen. Het is best wel veel, dus ik ga er een beetje snel doorheen. Ik ga niet helemaal uitgebreid praten over elk make-upje. Ik laat gewoon even snel zien, zodat je gewoon weet wat je kunt winnen. Mensen die benieuwd zijn naar deze make-up look, die staat op mijn Instagram met een tutorial erbij. Oké, het eerste wat je kunt winnen is dit Essence pakketje. Hier zitten wimpers in, iets van een highlighter, iets van een sponsje en een soort van klepje ofzo. Ik weet niet precies wat hier allemaal in zit. Ik heb hier de Booty Shop Microfiber Spons. Ik heb hier de I Heart Revolution Galactic Oogschaduwpalet. Zo ziet hij eruit. Hierachter staan alle kleurtjes. Die kun je winnen. Ik heb van Catrice dit face paletje. Zit een blushje in, contourkleuren, bronzertjes, gewoon van alles voor je gezicht. Van Revolution heb ik ook deze ovale kwast. Ik heb van W7 hier een soort van verrassingspakket voor jullie. Hier zit gewoon allemaal make-up in van W7 voor één van jullie. Dan heb ik van Catrice het Astrology Eye Palette. Dit is een oogschaduwpalet. Ik zal hem even openmaken met allemaal een beetje warme kleurtjes. By the way, alles is nieuw, hè. Niks is gebruikt. Ik geef nooit gebruikte make-up weg aan jullie. Alles wat nieuw is, gaat naar jullie in winacties. En alles wat ik al heb gebruikt en gewoon niet meer hoef, gaat naar vrienden, familie en gewoon mensen om me heen. Ik heb hier twee paletjes van Revolution weer. Ik heb hier het Reloaded Passion for Color paletje en het Reloaded Affection paletje. Super mooie paletjes. Ik vind deze altijd super fijn. Ik heb hier Catrice Nagel covers, stickers, wat het ook is. Van Essence heb ik dit super schattige oogschaduwpaletje. Ik heb hier van Zaya een BB cream. Die had ik ooit gehad in een verrassingspakket. Daar heb ik ook een video over gemaakt. En ja, ik ga die niet gebruiken. Dus misschien matcht die met een van jullie huidskleur. Van W7 heb ik hier een gouden glittermascara. Van Catrice een nagellak in een oranje-rode kleur. Van Benefit heb ik de kleine variant van de Roller Lash Eyeliner. Deze eyeliner is echt geweldig. Echt, dit is echt mijn favoriete eyeliner. Van Catrice heb ik ook een gele camouflage soort van concealer. En die heb ik ook in een peachy kleur. Deze is goed voor onder je ogen. Van Catrice weer een klein oogschaduwpaletje. Ik heb altijd heel veel oogschaduwpaletjes. Van Revolution een
een Sun Kiss highlighter. Deze is super groot in de kleur Ice Kiss. Is een hele lichte kleur. Helaas te licht voor mij. Daarom geef ik hem weg. Van Queen Tarzi heb ik deze twee geweldige wimpers. Queen Tarzi heeft echt de beste wimpers ever. Ik heb hier Nila en Zoe. Daar zal vast wel iemand van jullie heel blij mee gaan zijn. Van Catrice een lipbalmpje. Van Catrice ook nog een glitterroze nagellak. Van Chroma Beauty deze liquid lipstick in een paarse kleur. Van Essence deze bruine glitternagellak. En van Essence ook deze lipbalm. Deze lipbalm vind ik echt super fijn. Ik gebruik die altijd voordat ik mijn video's maak. Van Catrice heb ik hier drie losse oogschaduwen. Een beige kleur, een grijze kleur en een blauwe kleur. Ik heb hier ook een Essence blush. Dit is in de kleur 35 Natural Beauty. Dit is een matte blush. En van Catrice nog een lipstick in deze beetje roze kleur. Oké, nou pak ik de volgende doos. We zijn nog lang niet klaar. Er komt nog een heleboel aan. Ik heb hier van Revolution deze strobing highlighter palet. Dit is dus een cream highlighter palet volgens mij. Of poeder. I don't know. Misschien een poeder, misschien een cream, I don't know. Hier staan de drie kleuren op, is gewoon een paletje. Van Revolution heb ik deze Radiant Highlighter. Tenminste, hij heet de Sunlight Mood Lights Gradient Highlighter. Ik vind dit meer een blush, ik zou hem gebruiken als blush. Van W7 heb ik deze twee Pressed Glitter paletjes. Deze zijn echt geweldig. Ik heb ze al, dus vandaar dat ik ze weggeef. Ik heb hem hier in de kleur Style Icon en All The Rage. Deze zijn echt super mooi. En als je gewoon wat glitterlijm gebruikt, blijft deze heel lang en heel mooi op je ogen zitten. Van de Action heb ik deze stick contour in de kleur 170 Light 10. Is een beetje een lichte kleur. En deze stick heeft dus twee kleuren. Een donkere kleur om te contouren en een lichte kleur om te highlighten. Ik heb hier nog een glitter mascara van W7. Deze is dus zilver en die andere was goud. Ik heb hier van Beauty Blender deze Beauty Blender. Deze is niet meer te koop. Tenminste, deze verpakking. Hier zaten er dus twee in. Dit was de Best Friend collectie of hoe het ook heette. En dan was het zogenaamd eentje voor jou en andere voor je beste vriendin. En aangezien ik jullie gewoon ook als mijn vriendinnen en vrienden zie, geef ik er eentje weg aan jullie. En de andere heb ik zelf gehouden. Ik heb hier twee glitter nagellakjes van Catrice. Een bruine en een beetje een alledaagse nude roze kleur. Ik geef altijd alle nagellakjes weg, want ik heb acrylnagels. Dus ik gebruik nooit nagellak. Van Catrice heb ik hier ook een hele aparte kwast. Hier is hij zwart en hier is hij een licht beige kleur. Van Emit Makeup heb ik deze hele donkere bronzer. Is echt way te donker voor mij. Is in de kleur 108. Misschien matcht die voor een van jullie. Van Essence deze Instant Matte Setting Spray. Hij maakt dus je gezicht mat. Dus super fijn voor iemand met een vettige huid. Ik heb een droge huid, dus voor mij hoeft die niet. Nou, iets wat ik dubbel heb. Vandaar dat ik het weggeef. En ik vind deze echt zo fijn. Dit zijn de W7 Metal Flash Trio Glitter Eyeliners. Deze zijn er in drie kleuren. Zilver, goud en een beetje een iridescent wit-groene. Ze zijn ook apart te koop of samen in het setje. Deze eyeliners gebruik ik zo vaak voor make-up looks. Ze zijn echt een dupe van die ene van Urban Decay. Die hebben ook van die glitter eyeliners. Maar deze zijn een stuk goedkoper en super mooi. Dus ik hoop echt dat ik iemand hiermee blij maak. Van W7 heb ik ook deze glitter set. Hier heb je een glitter lijm en drie glitters in een witte kleur, een zilveren kleur en een zwarte kleur. Van Juvia's Place heb ik de Empress Lip Collection. En die heet Madame. En dit is een matte metallic liquid lipstick. Dit zijn er volgens mij twee. Ik ga hem even openmaken. Ja, dit zijn er twee. Ze zijn allebei paars, maar eentje is met en eentje is gewoon mat. Van Catrice heb ik de Golden Dusty Highlighter. Ik hou echt niet van liquid highlighters en ik heb er al een aantal. Dus toen ik deze kreeg had ik iets van die gaat fijn zijn voor een winactie. Van Catrice heb ik de Prime & Fine Contouring Paletje. Van Action heb ik weer die contour stick, maar nou in een donkere kleur. Dit is de kleur 171 Dark Tan. Dus ik heb een lichte en een donkere. Ik heb hier van de AliExpress nep wimpers. Ik sla altijd massaal nep wimpers in van de AliExpress. Ik koop gewoon 20 of 30 verschillende. Deze matchen niet voor mij, want ze lijken best extreem, maar voor mijn ogen zijn ze niet extreem genoeg, dus ik geef ze weg. Van Essence heb ik dit paletje. Die had ik al laten zien in mijn Essence video. Oh, van W7 nog zo'n glitter paletje, net als die andere twee. Deze is in Vogue. Ze hebben de drie, dus de winnaar krijgt ze alle drie. Van Miki dit highlighter paletje. Dat is ook dat merk van de Action. Ik heb van Catrice deze glitter paarse liquid lipstick. Heel apart, want hij is heel glitterig. En ik heb nog een Essence nagellak in een hele felle kleur. Dan van Catrice nog zo'n klein schattig oogschaduw paletje. Van Essence de nieuwe Volume Hero mascara. Ik vind Essence mascara's altijd super fijn. En ik heb er al een aantal. En deze is waterproof. Dus ik heb hem niet per se nodig. Dus deze gaat ook één voor jullie winnen. Dan heb ik nog een nagellakje van Catrice in licht nude
kleur. Ik heb weer zo'n lipbalmpje van Essence. Ik heb van Sugar Cosmetics een puntenslijper. En dan van Lord & Barry een zwarte glitter oogpotlood. Dus hier zitten glitters in. En ik heb van Catrice deze anti-roodheden groene concealer. Dus als je rode plekken hebt op je gezicht, doe dan deze groene kleur erop. En dan pas je foundation. Nou mensen, dit was het dan. Dit was dus het mega pakket wat je kunt winnen. Ik zal nog één keer herhalen wat je allemaal moet doen. En het staat ook allemaal hier onder de video in de beschrijving. Abonneer op mijn kanaal. Klik op het belletje. Like deze video. Laat een leuke comment achter. Doe dit allemaal binnen 12 uur dat de video online staat. En voor een extra kans om mee te doen, volg me ook op Instagram. Nou, ik wens iedereen weer super, super veel succes. Ik vind het altijd heel leuk om andere mensen blij te maken. Dus ik doe dit echt met alle plezier en alle liefde. Ik zal ook hier twee video's plaatsen die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. En die komt aanstaande zondag om 1 uur. Doeg!